Wel, 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 wat een verrassing. Kom binnen en doe die deur dicht. Ik wist wel dat je niet verdronken was in de rivier. Wie zei me dat, toen je lichaam niet in de rivier vonden. Ik moet zeggen, Alex, je bent bijzonder moeilijk te doden. Het is afgelopen met u, Major Hugh. Zit er maar zeker van. Artis weet wat u probeert te doen. En heel veel vijand is gewoon geëvacueerd. Het is te hulp om een tsunami op te wekken. Want iedereen zal weten dat u het bent geweest. Waarschijnlijk heb je gelijk, maar ik denk dat we het toch maar gaan doen. Er is een onrustelijke planning aan vooraf gegaan en ik zou graag eens mijn stempel op de wereld drukken. Ja, maar dan vonden die duizenden mensen zonder enige reden. Wat kun je mij voor reden geven om het te sparen? Wereldwijde geld heeft zijn nut, Alex. Dit ging vanaf het begin af aan niet alleen maar voor Vijland. De wederopbouw langs de Australische westkust zal miljarden kosten. En ik heb commerciële belangen in heel Zuidoost-Azië. De China Trading Company. Dus het aandelen in talloze bouwbedrijven die vooraan zullen staan wanneer de nieuwe contracten worden verlegen. Urban Toys zal geschenken aanbieden aan de vele honderden nieuwe weesjes. Uiteraard op kosten van de Australische regering. En er zijn ook allerlei andere dingen belangen mee gemoeid. Een snijgaat gedijkt op tegenspoed en ongeluk. Voor ons betekent allemaal ellende gewoon een nieuwe bedrijfsactiviteit. Royal Blue, over een minuut of 6 à 7 zal ik de zeebodem bereikt hebben en de schacht ingaan waar ik je over heb verteld. Die gaat nog een kilometer verder tot ver onder de zeebodem. Daar zal ik tot ontploffing gebracht worden om precies middernacht. Tegen dan ben ik al lang weg en zal jij slechts nog een vervagende herinnering zijn. Vaarwel, Alex. Wat een gelukkig toeval. Laat ik je eerst voorstellen voordat je sterft aan een van mijn meest doeltreffende en betrouwbare medewerkers. Hoewel, ik realiseer me dat jullie elkaar al zullen kennen. Kijk maar, Alex. Ik wilde niet dat je erachter zou komen. Ik weet niet of Alex al zo verbaasd is. Ik had een vermoeden. Ja. En mag ik je proberen hoe je daarop komt? Ja. Ik weet het. Ja, vanaf het begin ja, ging alles op fout. Evan Brooke was op 2 agenten kwijtgeraakt. En op de een of andere manier kende de Snakehead al zijn plannen. Ze wisten zeker ook van mij af, want ja, bij de kickboxwedstrijd in Bangkok werd ik ook uitgekozen. Waarom zou dat anders zijn? En ja, eerst leek het nergens op te slaan. Maar ja, toen ik in de arena was, zei Alan Sugis iets tegen mij. En ja, dat ja, hij zei het eerst in het Frans en toen in het Engels. En als hij geweten had dat ik een Afghaanse jongen geweest zou zijn, als hij dat geloofd had, ja, dan had hij wel geweten dat ik ook die taal niet verstond. Dat zette mij aan het denken. Maar er kwam nog meer. Ash had mijn telefoonnummer gegeven. En ja, ik belde het in een noodgeval. En meteen kwam u opdagen, dus... Ja, ik weet het. Je liet het er allemaal echt uitzien, maar... Net goed, alsof je ook gevangen was genomen, net als ik. Maar toen raakte ik 2 van de handige snufjes kwijt die Smithers me had meegegeven. Een riem en het horloge. Ja, en toen wist ik dat jij het moest zijn. Want ja, ik had je verteld over het riem en het horloge. En gek genoeg verdween de batterij uit het horloge. Die zal je er waarschijnlijk wel uit hebben gehaald. Die toen ik eindelijk sliep, die nacht in Jakarta. Wat de riem betreft, die heeft Major Hugh mij afgepakt toen ik bij hem in huis was. Maar ik had je nooit verteld over de muntjes. Smithers had me 3 muntjes meegegeven en die zaten nog altijd in mijn zak. Met exclusieve lading. Als ik je erover verteld had, ben ik ervan overtuigd dat die ook weg geweest zouden zijn. Maar wanneer zit jij begonnen op het kopje te werken?
Vertel het maar. Maar snel, want ik geloof niet dat we ook veel tegen hebben. Is het niet? Het was nou Medina. Dat kun jij niet begrijpen, Alex. Ik was er zo kapot van. Jassen. Ik had alles gegeven voor de dienst. Mijn leven, mijn gezondheid. Vanaf die dag was mijn leven een aaneenschakeling van pillen en pijn. En wat was mijn dank? Blunt vernederde me. Hij degradeerde me. Hij liet me uit het veld halen. Hij zei tegen me wat ik al lang wist. Ik was slechts tweede rang. Nooit zo goed als je vader. Waarom vertel je hem de rest niet, Ash? Alsjeblieft. Nee. Ik weet het al. Jij hebt mijn ouders vermoord, hè, Ash? Jij hebt die bom op het vliegtuig geplaatst. Waarom niet? We moesten hem op de proef stellen. Toen hij naar ons overliep, moesten we er zeker van zijn dat hij de waarheid sprak. We waren tenslotte net bedrogen door een agent van de Britse geheime dienst. Jouw vader. We gaven hem dus een heel eenvoudige taak, die ons het boven alle twijfel verheven bewijs zou leveren dat hij er werkelijk klaar voor was om over te lopen. Kijk, ik wil dit niet alles. Hij wilde het niet, maar hij deed het toch. Voor het geld, dus waar. Hij belde de bom in het vliegtuig en bracht het eigenhandig tot ontploffing. Dat was iets wat geslaagd dan zijn missie in Medina. En het begin van een lange samenwerking tussen ons.